Yo boys en girls, welkom bij weer een nieuwe tastetest. Jullie vierde tastetest van seizoen 2. Vandaag heb ik hier bij me de Lay's Subway Teriyaki Flavor Chips. En ja, jullie zien in de vorige video's dat ik wel ging scoren, maar nu wel. We gaan de chips open doen. Het ruikt heel kruidig. Welke kruiden zouden erin zitten? Ja, rare kruiden. We nemen de eerste chip. Het is zo'n geribbelde chip. Geribbelde chipsjes, ja. Geribbelde chips, ja. Ja, best wel lekker. Als ik deze chips een cijfer moet geven, geef ik deze chips zeker een 7. Die smaak, ik weet niet. Ik proef er echt wel teriyaki flavor in. Nou, teriyaki. Ik zal eens zeggen wat erin zit. Aardappels, zoals jullie altijd weten. Plantaardig olie. Zonnebloem, koolzaad, maïs in wisselende hoeveelheden. Teriyaki smaak. Suiker, dextrose, zout. Aroma's uit knoflookpoeder. Voedingszuur, dus dat citroenzuur. Zwarte en cayennepeper. Ik geef deze chips zeker een 7. Als je vanader inzien, een 7,5. En ja, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Alta Dylan. En dit was weer een nieuwe taste test. Joejoe!